Goedemiddag, welkom bij de terugblik van Voetbal Rotterdam TV, waarbij we gaan terugblikken op de tweede, derde en vierde klasse van het zaterdag amateurvoetbal. En dat ga ik doen met Ron van Eck, de trainer van Melisand. Welkom. En met Michael Blonk. Ook welkom uiteraard. Laten we beginnen in de tweede klasse C, waar koploper CWO afgelopen weekend uitstekende zaak heeft gedaan. Ja. Drie tegen gewonnen. Nou, ik vind het heel knap. Ik kan hem ook extra gehighlighten. Staan nu bovenaan. Na alle prikkelen die ze hebben gehad. Een paar jaar geleden. Toen Henk Salari daar nog trainer was. Uiteindelijk vertrok. En nu gewoon koploper in 2C. Het is nog pril in het seizoen natuurlijk. 3 gespeeld 7. Dat is gewoon goed. Je kan ze maar winnen hebben. Ja, maar goed. Hebben het daar best moeilijk gehad. Een zondagtak die is weggelopen. De zaterdagtak, dat lijkt nu wat rustiger. Je hoort er ook niet zo heel veel van, maar ik weet niet hoe jij daar... Nee, ja goed, het is inderdaad, ik denk dat de rust een beetje weergekeerd is. Vaak is dat voor ploegen, werkt dat heel louterend. Hè? Dat de rust is er weer, dan kan een trainer gewoon weer lekker met voetballen bezig zijn. In plaats van met alle randverschijnselen die er gespeeld hebben. En als je met 3-2 uitwint bij Vitesse Delft, natuurlijk wel een voormalige topploeg. Maar lastig, nog steeds een begrip in het amateurvoetbal. Dan heb je goede zaken gedaan. En met 7 punten uit 3 wedstrijden ben je dan een terechte koploper, denk ik. Ja, ik hoop ook dat ze het vol blijven houden. En we gaan het in de gaten houden. Maar het is er ook wel lekker rustig omheen. Dat is ook wel weer fijn. Er waren wat perikelen en het zwerft dan op internet. En dat mag iedereen dan lezen. Nu is gewoon even lekker... binnen de club en 3 gespeeld 7. Nou, goed advies aan de mensen van CWO. Hou het lekker rustig. Dan gaat de trainer en de ploeg die gaan voor de punten zorgen. Wij hebben gesproken. Een van de ploegen waar ook veel van verwacht wordt is BVCB. Vorig jaar gedegradeerd uit de eerste klasse. Afgelopen weekend gelijk tegen Westlandia. Is dat een goed resultaat voor BVCB? Ja, thuis wil je volgens mij juist altijd wel winnen. Aan de andere kant is Westlandia natuurlijk ook geen koekenbakkersploegie. Dus een 2-2. Ik heb er niet zo heel veel informatie over kunnen vinden. Maar als trainer van een thuisspelende vereniging ben je niet tevreden met een gelijk spel. Dat lijkt me duidelijk. En misschien heeft er niet meer in gezeten. Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar ik vind dat je Westlandia thuis... je geeft zelf al aan Westlandia, is wel altijd moeilijk in te schatten... Wat het jaar gaat brengen. Ze zijn vanuit de vierde klas, vanuit de vijfde klas zelfs begonnen. Naar de vierde klas langzaam opgebouwd. Na die derde klas hebben we wel een kentering gehad. Maar als BVCB zijn, dan moet je die wedstrijd gewoon winnen. En is dit in mijn ogen geen goed resultaat. Het is ook geen onoverkomelijk resultaat. Hè. Je hebt nu 3 gespeeld 5. De koploper heeft 3 gespeeld 7. Dus er is ook helemaal niks aan de hand. Dus ook, en het BVCB is aan een proces bezig. Dus je hoeft ook niet... met de winterstop kampioen te zijn. Dus ik denk dat ze dit een mooie is om mee te nemen in dat proces. Om te kijken hoe spelers daarmee omgaan. En te zorgen dat je naar de volgende wedstrijd toe weer die winst gaat pakken. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen bij BVCB. Ja, ik begrijp dat jij, als ik het zo een beetje uit jouw woorden opmaak, dat BVCB misschien wel de titelkandidaat is in deze tweede klasse. Ik vind dat BVCB een van de titelkandidaten moet zijn. Vinden ze zelf ook. Dus daar zitten we op één lijn. Dus dan kijk je nog naar Soccer Boys, afgelopen weekend thuis tegen Lira. Ja, als je dan thuis de punten wil halen, moet je dat niet zo doen, want zij verloren met 2. Ja, dat is zeker niet, dat is zeker niet hetgene wat je vooraf als trainer volgens mij in gedachten hebt. Die zullen in de bespreking niet gezegd hebben tegen elkaar van jongens, laten wij vandaag eens met 2 eraan verliezen. Ja, dus ja, goed, het voetbalspelletje is wel een spel van fouten. En waarschijnlijk... heeft de verdediging van Soccer Boys iets meer fouten gemaakt dan die van Lira. Liggen er niet wakker van hoor. Kijk, ze zijn natuurlijk vorig jaar gepromoveerd, Soccer Boys, en moeten dit jaar mee kunnen doen. Ja, goed, als nieuwkomer een stapje hoger. En er is ook niet zo heel enorm veel bijgekomen of wat dan ook. Dus die jongens moeten een stapje harder gaan maken. Nou, dat heeft even wat aanpassingsmogelijkheden of aanpassings... problemen. Problemen, ja. Inderdaad. Geeft dat, op een gegeven moment moet je daar bovenuit stijgen en dan moet je de punten gaan pakken. En als je dan in het begin wel punten kan pakken, dan is dat meegenomen. Nou, dat zit er nu nog niet in. Soccer Boys gaat absoluut zijn punten nog pakken. En het is een club in ontwikkeling die heel duidelijk heeft gekozen voor de zaterdag. Waar het voorheen vroeger op zondag, maar dat is inmiddels ook alweer bijna 10 jaar geleden geloof ik. En nu echt gericht op die zaterdag met de jeugd ook. Gaan absoluut nog wel punten pakken. Alleen
De vraag is of ze boven die stippellijn uit gaan komen. Ja, dat gaan we afwachten. Ja. Dan gaan we de stap maken naar de tweede klasse D. Daar was het best wel van de ploeg uit onze regio. Wat is daarin een uitslag waarvan je zegt, dat vond ik opvallend? Ja, voor mij toch wel de uitoverwinning van de Yellow Army. Van Lombardije. Die met 0-2 winnen bij Oude Maas. En Lombardije is natuurlijk al jaren staan ze bekend om de ploeg die thuis zeer moeilijk te verslaan zijn. Maar ja, klaarblijkelijk hebben ze tegenwoordig ook in de uitwedstrijden hebben ze de juiste geest te pakken. De beide routiniers stonden natuurlijk afgelopen zaterdag nog met een heel mooi interview in het dagblad, zullen we maar zeggen. Harald van der Ent en Ette Jong. En die gaven ook aan dat ze er alles aan zouden gaan doen om dit jaar goed mee te draaien in die tweede klasse. En dan is zo'n uitoverwinning bij Oude Maas, wat toch op zich geen verkeerde ploeg heeft, denk ik wel een opvallende. En nodig, want natuurlijk. Want het begin was natuurlijk niet zo geweldig. Nee. Maar goed, je pakt een overwinning en dan zie je dat je gelijk al een beetje, zeker in het begin, flink kan stijgen. En bij een directe concurrent, ze zullen niet om de onderste plaatsen willen gaan spelen. Oude Maas heeft even wat, ook van die bekende wenningsproblemen. Ja, precies. Ja. Dus ja, die moeten nu wel de punten op een gegeven moment een keer gaan pakken. Maar goed, we gaan het zien of Oude Maas ook daadwerkelijk de ploeg is die we eigenlijk verwachten. Ja, ik denk dat de grootste zorgen in Pernis zijn. Want die staan natuurlijk nu toch wel met 0 uit 3 na een 4-0 zeepert bij Neptune Schiebroek. Afgelopen zaterdag staan ze natuurlijk nog wel redelijk onderaan, zullen we maar zeggen. Dat doelsaldo is natuurlijk ook een beetje verontrustend. En ja. Kijk, bij Pernis denk ik dat ze weten, vorig jaar is de hele selectie zo'n beetje opgestapt. Ja. Dus die hebben ook zoiets van, tenminste dat idee krijg je op basis van de uitslagen. Van dit seizoen is een verloren seizoen. Ze zullen dat zelf niet uitspreken. Maar ik denk wel dat je zo reëel moet zijn. Hè? Als je ziet dat ploegen als Papendrecht, DCV, Neptune, Zuidland. De diensten, DCV moet je afwachten. Maar ja. Dat soort ploegen tegenover je gaan krijgen. Ja, dan dat is de top. Ik denk dat Pernis ook gewoon niet mee kan gezien datgene wat ze hebben. En het is natuurlijk wel een boelwerk wat straks, net zoals Rozenburg vorig jaar, nu af gaat zakken. Maar ja, dat hebben we vorig jaar een beetje zien aankomen. Hè? Toen we zeiden van, het is eigenlijk zonde dat een Hellevoet Sluis het niet redt. En een Pernis direct zich veilig speelt op, geloof ik, 1 of 2 punten. Ja, precies. Terwijl bij Pernis iedereen wegloopt. En wat gaat dat volgend jaar doen? Nou, je ziet het nu. Hellevoet Sluis komen straks op, staat zij bovenaan. En Pernis staat toch wel een beetje stijf onderaan. Ja, zeker. Als je dan ziet, dat is bij een club, hè, je ziet het inderdaad aankomen, spelers die weggaan, waarom is het dan toch niet dat daar dan iets aan gedaan wordt door de club? Financiën. Ja, ik denk dat het allergrootste verhaal is, zeker ook in Pernis. Hè. Natuurlijk ooit twee ploegen die bij de top van Nederland speelden. En na het samengaan zijn er nog allerlei perikelen geweest, vooral ook op financieel gebied. En gelukkig is dat volgens mij wel verleden tijd. Maar ja, dan moet je daarna als club je wonden likken. En zeker als spelers dan elders wel de aanbiedingen krijgen die jij niet meer kan doen. Of een stapje hoger. Neem alleen deze afdeling al. Neptune Schiebroek. Ja, die hebben duidelijk de ambitie uitgesproken om op de zondag te stoppen. En op zaterdag die stap te gaan maken. Nou, dit weekend 3 keer Jimmy Wessels. Die eigenlijk Pernis over de knie legt. Dat zijn jongens die bij wijze van spreken voorheen misschien wel voor een Dota of Pernis hadden gespeeld. Ja, die nu elders zitten. En als je dan niet mee kan, dan staat Neptunus in een tweede, derde. En Pernis gewoon onderaan. En heb je volgend jaar Pernis in de derde klas. Nou, ja, wie dan ook promoveert naar de eerste klas. Dus je wordt eigenlijk ingehaald door de realiteit van ploegen die ambitie en mogelijkheden hebben. Pernis kan die ambitie hebben, maar niet de mogelijkheden. Dan moet je accepteren dat je dat een stapje lager doet. Ja. In diezelfde klasse vond ik trouwens de overwinning van Piers Hill bij Strijen ook wel een hele mooie 1-3. Gunningrop Ouwers ook wel. Ik denk dat het een goede trainer is. En goed. Voor mij wel een opvallende uitslag. Laten we de tweede klasse D even achter ons. Gaan we naar de tweede klasse F, de Zuidafdeling daarvan. Daar was een opmerkelijke gebeurtenis bij de wedstrijd tussen niveau Sparta en GVV 63. Ja, in de 82e minuut sta je 2-0 voor, denk je van speel uit die pot.
Eerste drie punten bijschrijven voor niveau Sparta. En ja, rechts, volgens mij was het rechtsback Bisschop die het einde niet haalde. Hij brak zijn eigen kuitbeen. Zo was te lezen. Brak zijn eigen kuitbeen. Hij brak zijn eigen kuitbeen. En volgens mij moet je dan een hele gekke beweging maken. Het zal er ook gek uit hebben gezien. Ik heb het twee keer nagelezen voordat ik dit ging zeggen. Ik denk, voor hetzelfde geld zeg ik iets heel geks. Maar hij trof zijn eigen standbeen. Ja, en dan heb je toch volgens mij of met buitenkant rechts willen geven. Of in ieder geval was het heel pijnlijk. Misschien wel achter het standbeen langs. Ja, er was dreigend onweer. Dus het zal donker geweest zijn. Misschien dat nog heeft meegespeeld. Ja, maar de wedstrijd was al twee keer gestaakt vanwege dreigend onweer en onweer op het veld. En dit maakte dat de wedstrijd meer dan 30 minuten had stilgelegen in totaal. En dan moet je hem officieel staken. Waarbij de tegenstander ook gelijk aangaf van voor die 8 minuten en die 2-0 hoef ik niet zo nodig meer terug. Ja, tenzij ik nog één punt nodig heb. Ja. Maar anders mag hij wat mij betreft de boeken in. Maar ik vond het opmerkelijk verhaal. Je eigen scheenskuif. Ja, ik heb het echt nog nooit gehoord. Maar goed, bij deze wel beterschap voor die speler. Bisschop. Ja. Daar zit je niet echt op te wachten dat je je eigen been breekt. Nee, dat lijkt me ook niet echt. Nee. En drie keer staken is dan ook scheefrecht. In dit geval wel. Verder opmerkelijkheden in deze klasse? Ik heb ze niet op het net. Nee. Gaan we naar de derde klasse. De derde klasse A in dit geval maar een keertje meenemen. Ja. Je ontkomt er niet aan, Mike. Gouda Dokkos. Ik hoop dat er wat over. Ik wil er niks over. Ja, weet je, je moet ook een beetje geluk hebben af en toe. Nou, dit weekend was dat absoluut niet het geval. We komen met. Je verliest met 1-2. Je mist een pingel. Je mist opgelegde kansen. En je wint hem niet. Ja, kort gezegd is dat hetgeen wat er gebeurt. En dan sta je ineens op de 11e plaats met 1 uit 3. Dus, ik zou aan alle spitsen willen vragen uit de regio. Als je nog eens een keer wat wil betekenen, Gouda zoekt een spits. Maar al een paar, we hebben Piet van Offeren natuurlijk gehad. Na Piet van Offeren is Piet van Offeren nog een keer teruggekomen, maar het is niet zo. Ja, ik denk dat wij, wat ik heb begrepen, want ik moest zelf voetballen, de kansen die hadden wij met z'n tweeën er nog ingeschoten. Maar ik wil ook niks tekort doen aan die jongens die er staan. Ik stond bekend om degene die ze proberen tegen te houden. Ja. Niet om ze erin te schieten. Dus. Nee, maar dat is. Kijk, weet je wat het frustrerende daarin is? En dan hou ik erover op, want er zijn veel belangrijkere ploegen. Die jongens die werken heel erg hard. En die strijden, maar die krijgen geen beloning voor datgene wat ze doen. En dat doen ze ook zelf, hè? Want wij schieten ze er niet naast. Dat doen ze zelf. Ja. Alleen. Het zou zo lekker zijn als dat een keer valt. Dan krijg je een keer waardering voor datgene wat je doet. En er zullen ongetwijfeld meer ploegen in de regio last van hebben. En Gouda is er daar een van. Driebeen. Wel mooi, ik ben toch mooi om te zien dat gelijk dat bestuurslid echt ja. Nou, mocht je thuis zitten en denken van ik wil nog wel een balletje trappen. Ik heb geen club. Dan stuur even een mailtje info@voetbalrotterdam.nl. Dan brengen wij je in contact met Michael. Gaan we naar de derde klasse B. De Zuidafdeling daarvan. Hellevoetsluis. Prima gedaan. Ja. 2-0 gewonnen. 2-0 gewonnen van Defended. En samen nu met Nieuwhoorn en de andere ploeg uit Hellevoetsluis koplopers met 9 uit 3. Ja. Nieuwhoorn gewonnen van Scharendijken. En met 4-2. Ja, vorig jaar al bij ons in de afdeling. En denk een goed voetballende ploeg. Maar ik schat ergens in november komen ze elkaar volgens mij tegen. Het kampioenschap van Hellevoetsluis. En dan schat ik toch de ploeg van Edwin de Koning iets hoger in, als ik heel eerlijk ben. Ja, er werd in het begin al gezegd van de Westploegen gaan hier bovenuit steken. Nou, je ziet eigenlijk na drie wedstrijden staan ze 1 tot en met 4. En dan hebben we nog een ploegje op de 7e plek. Ja, de mensen krijgen gelijk. En dat is ook de krachtsverhouding. En onderling zullen ze gaan uitmaken wie er 1, 2, 3 en 4 wordt. Je hebt ook lekker gescoord in deze afdeling. Ik zie uitslagen hier staan 4-2, 2-7, 6-2. Ja. Ja, goed. Ik denk dat er in deze afdeling wel een aantal ploegen zitten die zeker aanvallend veel in hun mars hebben. Ook aanvallend willen spelen. Als ik nou DBGC neem uit Oude Tongen. Die ploeg die heeft de eerste twee wedstrijden twee keer 2-2 gespeeld. Nou ja, dan voel je je toch niet zo prettig als je twee gelijke spelen. En dan ga je naar Kruiningen en dan haal je gewoon het potje uit met 2-7. Ja, goed, zijn we natuurlijk wel een ploeg waarin een aantal spelers zitten die regelmatig op de brommen zijn, zullen we maar zeggen. Ik noem Jeroen Sepp, die nu ook weer drie keer scoorde. En dat zijn mannetjes die, zodra ze de ruimte krijgen, dan weet je ook bijna wel dat het een goal wordt. En dat blijkt dan ook in zo'n wedstrijd. Kruiningen ken ik niet zo heel goed, maar goed, ik ken DBGC vanaf vlak 1 natuurlijk. En ook voor Richard Elsinga wel een mooi resultaat om competitie mee voor te zetten.
Laten we 3B voor wat het is. Gaan we naar 3C. Waarbij mij opviel dat Rijnmond Hoogvliet het tegen 16 over, dat zij daar ook aardig wat het doelpunt hebben gemaakt. Die wonnen hem thuis met 4-3. Ja, ik heb inderdaad alleen de uitslag gezien. Rijnmond Hoogvliet is natuurlijk ook een ploeg die altijd met enorm veel drang naar voren speelt. Ook al jaren probeert wat hoger te komen dan die derde, vierde klas. Ook goede spitsen, denk ik. Vier goals gemaakt. Daarentegen dat er ook wel weer 3 goals weggegeven. Dus dat is dan weer ietsje minder. Als ik dan kijk naar de overwinning van Leonidas tegen Victoria, dat is een 5-0 overwinning. Dan heb je het niet alleen voorin heel erg goed gedaan, maar doe je het ook gewoon achterin. Doe je het heel goed, door de nul te houden. Maar aan de andere kant, 4-3 winnen in een wedstrijd tegen 16 over, is geen verkeerde uitslag. Ik denk dat het ook een beetje de kracht is van de spitsen van beide elftallen, hoor. Want er lopen ze natuurlijk spitsen bij 16 over. Ja, die kunnen uit een halve kans een goal scoren. Ja. En dat maakt dat je op een gegeven moment zulke wedstrijden krijgt. Rijnmond Hoogvlietsport heeft precies eigenlijk hetzelfde. Die hebben gewoon hele leuke voetballers, die hele goede spitsen. Die vrij makkelijk kunnen scoren. Ja, dan is een 0-0 bijna onmogelijk. Dan krijg je een open wedstrijd. En dan kan 4-3, dan kan je verdedigen wat je wil. Ja, maar, nee, dat is zo. En vooral 16 over heb ik vorig jaar zelf mee mogen maken. Ja, er lopen gewoon een spits en rechts buiten. Daarvoor ga je naar de voetbalvelden. Ja. En dat is bij Rijnmond is dat idem dito. Ja, dan krijg je dus die 4-3. Maar gelukkig zien we dat overal. Hè, het zijn wel leuke potjes. 5-0. Er wordt flink op los gescoord. Maar het hoeft niet altijd aan de verdediging te liggen. Het kan ook aan de aanvallers liggen. Nee, zeker. Dat kan zeker. Ja. Wat ook wel opvalt voor mij in die afdeling is dat de debutant brutaal bovenaan staat. 3 gespeeld, 7 Portugal. Ja, knap. Ik had hem ook opgeschreven, hoor. Dat ik dacht van ja. 3 jaar lang geknocht tegen het. steeds de promotie net niet gehaald. Nu wel gepromoveerd. En dan na 3 wedstrijden gewoon heel brutaal weg bovenaan staan. 1-2 gewonnen bij Mijnzen. Ik denk een zeer goede prestatie. Voetballende ploeg, Mijnzen, waar je niet makkelijk wint. Wat een lastig. En dan kom je als debutant sta je op 3-7. En dat ook anders kan bewijzen SVS. Hè? Want als debutant 3 gespeeld 0. Dat geeft ook gelijk weer. Was ook de uitslag bij Roon trouwens, 3-0. Ja. Maar dan zie je ook dat het de andere kant op kan vallen. Maar het is maar net even, hè, welke tegenstanders krijg je in het begin? Ja. Hoe ontwikkel je selectie door ten opzichte van het jaar daarvoor? Ja. Nou ja, goed, dan zie je dat de een het heel moeilijk heeft en de ander net even misschien nog geluk ook een beetje mee heeft. En hoewel. Portugal ook een hele goede tegenstanders heeft gehad. Hè? Ja, in Rome vorige week en Mijnzen nu. Dus die zijn echt derde klas waardig. Laten we dat ook gelijk zien. Laten we hopen dat ze het volhouden. Wie kunnen we aan het eind van dit seizoen in de top 3 terugvinden, denken jullie? Nou, ik denk dat Portugal daar zeker wel een goede kans op maakt. En goed. Rome is volgens mij er ook altijd wel een ploeg die altijd wel tot het laatste toe meedoet. 16 over Leonidas, ja. Rijnmond, dat ligt echt allemaal zo dicht bij elkaar. Het zijn echt een stuk of 4-5 ploegen, denk ik, die wel eens wat die daarvoor. Wat gaat Sion doen? Hè? Vorig jaar net aan gered, stond net bovenaan, verliest het nu. In mijn ogen verrassend, het zou tekort doen aan Ketel. Want Ketel Spaarland heeft ook gewoon goede resultaten geboekt. Hè? Tegen PPSC, nu tegen Sion winnen. Dus dit is wel een hele leuke open afdeling, ook voor bovenin en onderin. Je moet goed mee blijven doen. En dat kan elke week weer anders zijn. Ja. Ja. Dan gaan we naar de andere derde klasse. En wat mij weer opviel, ik heb het vorige keer ook al gezegd, is toch weer Sportclub Feyenoord. Die schraven deel met 7-0 op eigen veld verslaan. Ja, ik heb Sean Klein gesproken, de trainer van Schravendeel. Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar hebben we het verhaal van Feyenoord natuurlijk al eigenlijk tot in de treur hebben we dat behandeld. Kijk, Feyenoord is natuurlijk aan een project begonnen om binnen 3-4 jaar tijd gewoon weer op het juiste niveau te spelen wat zij graag willen spelen. Dat hebben ze met een selectie gedaan die dat ook in zich heeft. Ze winnen van hoofdklassen, ze gaan net de beker uit tegen de dijk met 2-1, ergens diep in de verlenging. Zonder hoofdklasse. Ja, precies. En dan is er voor een ploeg als Schravendeel, die volgens mij toch geen verkeerde ploeg heeft, is er gewoon niks te behalen. Dat is heel simpel. En vorig jaar waren er natuurlijk ook ploegen die hadden dan het gevoel dat ze er echt alles aan gedaan hadden. En dan was het ook gewoon minimaal 5-6 doelpunten verschil.
Ja, nou ja, dat is dan het verschil van selecties, zullen we maar zeggen. Hij was vrij duidelijk op zijn Facebookpagina. Ja. Hij won niet leuk. Nee, hij was er absoluut niet amused mee. Nee, maar ik kan me voorstellen dat voor een trainer ook, dat je denkt van, ja, weet je, hier heb je niks aan. Dit is even een leuke conditieslag, maar het is zonde van je zaterdag. Maar ja, dat is wel de realiteit waar je mee te maken hebt. En ja, dan moet je of anders gaan wapenen. Of je zag toch, verleden week werd het ook met 2-1. Dus ze gaan ook wel eens een mindere dag hebben. En ja, dan moet je anders die wedstrijd ingaan. Maar als het, ja, maar dan, uitpakt, dan nog is het de persoonlijke kwaliteit is zo groot. Ja. Dat zelfs als ze zo'n hele slechte dag hebben, zoals vorige week. Ja. Dan halen ze het potje toch nog uit. Ja. En dat is het grote verschil. Hè? Als jij als modale club, die toch ook graag ergens om wil spelen, een slechte dag hebt, nou, dan ga je misschien wel gewoon de tijl in met 2-3-0. En zij halen het potje dan gewoon uit. En als ze een goede dag hebben, dan winnen ze vrolijk, fluitend, winnen ze met 0-7. Ja, en ja, heel vervelend als ploeg. Maar aan de andere kant, je hebt ermee te maken, je speelt er maar 2 keer tegen in een competitie. En dan zul je als ploeg zul je moeten richten op die plekken die op na-competitie recht geven. Maar is het dan ook leuk om als voetballer daar dan te spelen? Ik kan me voorstellen, als je tegenstand hebt, dat lekkerder speelt is dat je iedere week met 7-0 of met 11-0... Ja, maar ze spelen natuurlijk door de week spelen ze heel vaak tegen hoogspelende verenigingen. Ja, dus die weerstand, daar komen ze wel aan. En ze hebben natuurlijk in hun eigen selectie hebben ze zoveel kwaliteit rondlopen, dat ook niet zo is dat als je daar een beetje verslap loopt te trainen, dan staan er wat trainers omheen die volgens mij ook wel heel duidelijk zullen zeggen van joh, zo gaan we het niet doen. Ja. We zijn ergens aan begonnen en dat is op dat niveau. Ja, dit is de route die we afleggen. Ja, precies. En ja, zo vervelend is het ook niet om iedere week te winnen hoor. Ik denk dat het leuker is dan iedere week. Alleen wat ik wel jammer vind is dat het een beetje afbreuk doet aan de andere ploegen in die afdeling. Hè. Een SSS, een NSVV, VVOR binnen Maas, die ook in deze regio. Iedereen kijkt toch een beetje naar wat Feyenoord heeft gedaan. Hè. Dit is ook vaak de verwachting. Terwijl dat soort ploegen vaak net erachter. En dat is wat je vorig jaar natuurlijk had met de ploegen die net achter Feyenoord speelden. Dit jaar ook weer. Wat doet NSVV bijvoorbeeld? Wat doet SSS? Hoe doet VVOR het? En dat raakt een beetje in de schaduw, doordat je continu... Eigenlijk het eerste wat je ziet is een uitslag 0-7. Patch. Ja, valt op. Ja, en terecht. Maar dat doet niets af aan het feit dat bijvoorbeeld een NSVV, wat nu ook 3-9 heeft... Ja, precies. Alleen waarschijnlijk, volgens mij spelen ze volgende week tegen elkaar, of in ieder geval binnenkort. Ja. Nou ja, dan mogen ze het ook laten zien dat er ook recht van spreken is om over te praten. Maar ja, dat zijn ook leuke ploegen om alleen die komen in de schaduw te staan. Ja. En dat is wel eens jammer. Dus bij deze VVOR een matige 1-1 tegen Binnenmaas. Die zullen denk ik niet denken van nou, laat ons maar even in de schaduw staan naar die 9-0 van vorige week tegen Seolto. Ja, dan is 1-1 niet goed tegen Binnenmaas. En vorige week zat hier Ralf Kalkman en die zei van joh, Binnenmaas, daar wordt helemaal niks. Nou, dat hebben ze ten harte genomen. Ja, precies. We zijn altijd weer in staat om de ploeg te prikkelen, zullen we maar zeggen. Absoluut. Ja, ja, ja. Nou ja, dat ook met de vooruitblik. Ik kreeg zaterdagmiddag om 4:15 alweer een sms van iemand die zei van dankjewel, we zijn prima geprikkeld. Uw welverdiende groet. Dus ja, dat gebeurt wel. Maar ik hoop wel dat bijvoorbeeld een NSVV of VVOR of SSS, wat een hele jonge ploeg heeft, toch een keer kan stunten en mee kan doen om de prijs. Dat zou mooi zijn. Ja, en het Feyenoord ook flink lastig kan maken. Maar ja, je bent altijd afhankelijk van de dag. Precies. Dan gaan wij een stapje lager naar de vierde klasse. We beginnen bij de vierde klasse B, Zuid 1, zoals dat dan zo vrij heet. Wat mij opviel was dat daar ook behoorlijk wat gescoord werd, onder ZBVA. Ja, een ploeg uit deze regio die in mijn ogen profiteert van de nieuwe indeling. Ja. En wel eens die stap naar die derde klasse kan gaan maken. Ze staan nu gedeeld bovenaan met 3-7, winnen met 1-5 inderdaad. Dus, van SPS. Van SPS. En die kunnen wel eens, wat ik al zei, profiteren van de zwakheid van de zuidkant. Ja, dan heb je zomaar een ploeg in de derde klas. Het valt vaker op hè, dat clubs denken van dat ze een toch iets andere route af gaan leggen. Via ja, ik geloof niet dat ZBVA daar nou echt om gevraagd had hoor. De enige die volgens mij er echt om gevraagd had was OFB. Okay. En die hebben in ieder geval hebben ze ook een wedstrijd al gewonnen.
wat ze de afgelopen jaren niet zo heel vaak gelukt is, zullen we maar zeggen. Dus dat heeft voor die mensen heeft het in ieder geval wel geholpen. Ja. Verloren trouwens afgelopen zaterdag met 0-2 van Halsteren. Die volgens mij samen met ZBVA bovenaan staan. Mm-hmm. Ja, ZBVA is daar eigenlijk als enige ploeg uit onze regio ingeplakt. En ja goed, zullen nu niet zeggen van joh, wat vervelend. Ja. Want ja goed, als je met 7 uit 3 op de tweede plek staat, dan doe je het niet verkeerd. Aan de andere kant, de vele kilometers die ze moeten maken. Ja. Nu is het allemaal nog lekker weer. En straks moet je als het gaat sneeuwen en weet ik van wat, moet je ook diep Zeeland in. Of diep Brabant in. En dan wordt het toch een stukje minder, zullen we maar zeggen. Aan de andere kant, ja, de indeling is er nu eenmaal zo. En dan moet je er maar het beste van maken. En misschien is het wel een hele korte weg inderdaad naar de derde klas. Dat zou zomaar kunnen. We gaan het allemaal volgen. Gaan wij naar 4D, waar IFC kleine overwinning boekt. Maar toch gewoon prima meedoet. Ja, voor mij hebben ze de zaakjes op orde. Het is natuurlijk een project wat dit jaar gestart is. En dan ga je kijken, wat doe je de eerste weken? Nou, 3 gespeeld, 9. 7 voor, 0 tegen. Verdedigend prima, aanvallend prima. Tegen een Roda, wat vorig jaar gewoon gedegradeerd is uit de derde klas. Geen slechte ploeg. Hebben ook best wel wat mogelijkheden. In Bodegraven willen ze graag, komen uit, zelfs in het verleden uit de tweede klas. Dus willen graag terug naar die derde klas, minimaal. Ze vonden het verschrikkelijk dat ze vorig jaar degradeerden. Nou ja, dan boek je gewoon een goede overwinning met 1-0 op Roda. Ja, dan laat je zien dat het even goed, op dit moment goed in elkaar zit. En ja, Lekkerkerk 2 gespeeld 6. De andere ploeg uit deze regio doet leuk mee. Ik hoop dat ze het ook vol gaan houden. Ja. Wat is jou verder opgevallen, Ron, in deze competitie? Ja, die competitie heb ik niet zo heel goed gevolgd, als ik heel eerlijk ben. Dus ik ben blij dat Mike, wat... ik zou het natuurlijk wel moeten volgen, want Fred van Zon is natuurlijk trainer van Lekkerkerk. En ja, goed, wij kennen natuurlijk elkaar ook al jaren. Dus sorry Fred, ik had je niet gevolgd. Vanaf deze, hij heeft 2 gespeeld 6. Hij doet het uitstekend. Vanaf dit moment ga ik ook jouw afdeling goed volgen. Het is je ongetwijfeld vergeven. Gaan we naar de vierde klasse E. Gaan we verder met de vierde klasse E, waar Sparta goede zaken heeft gedaan door bij SDV te winnen met 6-0. Ja, nou ja, goed. Als we het hebben over het project Feyenoord, dan hebben ze op de Westoever hebben ze de boel gekopieerd, volgens mij. Want Ron Luijten is daar natuurlijk met een dito sterke ploeg ook de vierde klasse ingedoken. En hebben wel al een nederlaag geleden, dus ze staan niet bovenaan. Maar ja, als je 0-6 uitwint, nou is SDV niet meer het SDV van vroeger. Dat is waar Sinclair nog in de spits speelde. Maar toen was het nog wel een hele gevaarlijke spits trouwens. En, volgens mij nu niet zo erg meer, hoor. Maar goed. Maar 0-6 is een mooie overwinning, denk ik. Ik zie het gewoon nog gebeuren dat hij dit jaar debuteert in de spits. Ja, zou het zomaar gebeuren. Ja, hij is er fit genoeg voor. Hij loopt veel hard natuurlijk. Tenminste, dat deed hij vorig jaar. Ik weet niet of hij dat dit jaar nog doet. Maar het zou me niet verbazen als ze doorgaat dat ze hem nog even een keertje treffen. Al hoop ik het niet voor hem. Maar. Wat is jullie verder opgevallen? Nou ja, VOB moeten we tegenwoordig zeggen. Want ja, die kreeg natuurlijk naar aanleiding van de eerste 2 weken op een gegeven moment een berichtje van... joh, zou je niet elke keer VOB willen zeggen? Want... ja, dat soort ons. Nou, terecht, want het is voetbal opbouw. Dus ik heb de afspraak dat als ze winnen, dan noemen we het VOB. En anders zeg ik FOP. Ja, en ik moet dit weekend dan toch VOB zeggen, want ze wonnen met 3-0 van LMO. Ze staan ook keurig bovenaan. En het is niet verrassend meer, zullen we maar zeggen. Dus het is wachten op het eerste puntverlies. Het zal voorlopig nog meer VOB worden dan in plaats van FOP. Ja, dat zullen ze zelf zeker hopen. En, ja, ik vind het knap in ieder geval wat ze tot nu toe hebben bereikt en hoe ze het doen. En ik denk dat ze het wel eens langer vol gaan houden dan menig een denkt. Ja. Zijn ze ook misschien wel de grote kans hebben? Nou, het zal in ieder geval de grootste outsider zijn inderdaad. En kijk, iedereen verwacht denk ik daar een Sparta wat mee zal gaan doen. Maar Herman Dat, wat vorig jaar toch wel enigszins kansloos uit die derde klas is gedegradeerd, blijft meedoen. We staan nu weer gedeeld koploper. Ja, dus goed, dat zijn wel ploegen. Hermes DVS zal ook nog op het vinkertouw zitten. Ik weet niet wat SVV, hè? Vroeger toch een beetje een groot gedeelte van volgens mij DRGS was. Of ja. Barbo, een van die twee ploegen die daar zijn gevoetbald. Die blijven ook nog leuk meedoen. Ja. Ja, die onderscheiden zich enigszins op dit moment. Dus ja, het is denk ik halverwege even kijken hoe de stand dan is. En dan weet je denk ik wel een hoop.
Dan de vierde klasse F, waar de DRL tot nu toe prima meedoet. Ja, 9 uit 3. 6-1 gewonnen van Simonshaven. Knappe overwinning. Volgens mij ook wel een aardige ploeg aan het worden. En ja goed, Nieuw-Beijerland, NBSVV, vorig jaar natuurlijk gedegradeerd uit de derde klas. 2-1 gewonnen van het altijd taaie en lastige te bespelen Zinkweg. En ja, mede koploper met 9 uit 3. Ik heb een beetje het idee dat we de eerste vier gewoon op papier hebben staan. Op dit moment, in die afdeling. Met OSV en GOZ op het vinkentouw. Ik denk echt dat de eerste vier gaan zijn die we aan het eind van het jaar ook terug gaan zien. En ze kunnen er maar van staan. Dat is absoluut zo, ja. Kijk, op dit moment zijn dat wel ploegen die zeker op een plek staan die ze verdienen. Hè, dat is ook duidelijk uit de uitslagen natuurlijk van de afgelopen weken. Ik denk dat er nog wel wat meer kanshebbers in deze afdeling zitten. Wie denk je dan? Charles heeft in ieder geval zijn eerste overwinning gehaald. Weliswaar maar met 4-2, hè, uit bij Hekelingen. Wat helemaal opnieuw gestart is en een prachtig mooi complex heeft met een dito tribune en businessruimte. Maar ja, wel speelt met een veredeld A1-elftal. We hebben zelf in de beker hebben we tegen Hekelingen gespeeld, 6-0 gewonnen. Ja, dat is een leuk ploegje, maar als je daar een klein beetje ervaring tegenover zet, wat Charles natuurlijk wel in zich herbergt, hè, met spelers die al jaren in de eerste elftal spelen, ja, dan wordt het heel erg lastig. Eerste overwinning. Ik zeg niet dat Charles een kanshebber is trouwens, hoor, want die zijn veel te makkelijk soms en die hebben al jaren laten ze zien dat ze veel minder doen dan wat ze kunnen. Dus ja, goed, ik daag ze bij deze uit om mijn woorden maar eens te logen straffen en zich te scharen bij die 4-5 ploegen, waaronder ik ook Spartaan 20 reken, die bij de bovenste gaan spelen. Ja. We gaan het noteren. Dan de vierde klasse G. Dat is een klasse waar jij wel redelijk bekend bent. Want ja, daar speel jij in met Medisant. Afgelopen weekend een gelijkspel tegen NTVV. Ja, nou ja, goed. Een teleurgestelde trainer. Maar gelukkig ook een teleurgestelde ploeg. 2-0 bij rust. Eerste helft prima gespeeld. Volle druk vooruit. Nieuwe Tongen echt overglast. Mooie goals gemaakt. Twee keer Alex Krauwel, die voorheen onze centrumverdediger was. En eigenlijk bij toeval in de spits terechtgekomen is. En nou ja, goed, inmiddels heeft hij de 3 in liggen in 2 wedstrijden. Dus dan doe je het ook gewoon goed. Dan bewijs je jezelf. Hebben jullie gewoon niet een soort persoonlijkheidsstoornis? Als ik nou zie die Pieter Bot, die weet niet wat hij wil. Nou hoor ik hier weer eentje zeggen. Pieter Bot, die kan je net zo goed op doel zetten, maar ook in de spits volgens mij. Of wat was het? Ja, nou goed, kijk, Pieter Bot die wilde we missen natuurlijk een tweede keeper. En ja, goed, concurrentie is altijd goed voor degene die de eerste man is. Als je geen concurrent hebt, dan word je langzamerhand iets minder. Of je moet heel scherp gehouden worden door je keepers trainen. Nou, dat is ook niet altijd zo, jammer genoeg. Maar goed, Pieter Bot die heeft in de voorbereiding heeft hij aangegeven dat hij... Jij legt nu een bommetje onder je eigen keepers trainer. Dat is geen enkel probleem. Dick Matsinger weet precies wat ik bedoel. Maar Pieter Bot heeft in de voorbereiding heeft hij gepoogd eerste keeper te worden. Dat is hem niet gelukt. Daarna hebben we gezegd, joh Pieter, ga gewoon weer lekker in de spits spelen. Want daar ben je hartstikke gevaarlijk. En nou goed, hij was niet voor niks onze topscorer het afgelopen seizoen natuurlijk. En ja goed, helaas heeft hij zichzelf vorige week op een bijzondere manier geblesseerd. Door een bal. Het is een kuitbeen toch ook, hè? Nee, niet zijn kuitbeen. wel zijn enkelbanden. En ja, goed. Hij nam een bal direct uit de lucht en raakte hem een klein beetje voor op zijn schoen. En ja, toen kon hij er gelijk af. Nou, hij was dus ook niet speelklaar afgelopen zaterdag. Dus vandaar dat Vincent van Zavel naast Krauwel in de spits kwam te spelen. Prima gespeeld, eerste helft. Tweede helft. 10 minuten lang nog even gezien wat ik de eerste helft ook zag en wat we afgesproken hadden. Druk naar voren, Nieuwe Tongen niet in het spel laten komen en ja, dan houdt het op. En dan krijgen we volkomen terecht een strafschop tegen, omdat we gewoon een onnodige overtreding maken in de 16 meter. Ja, die wordt keurig netjes binnengeschoten en vanaf dat moment rook Nieuwe Tongen bloed en waren wij niet meer in staat om vooruit te verdedigen. En ja, dan mogen we uiteindelijk nog blij zijn dat het 2-2 gebleven is. Hoewel de laatste kans wel weer voor Krauwel was. Dus ja, het had ook nog 3-2 kunnen zijn. Wat mij het meeste opvalt eigenlijk in deze vierde klasse G, is het feit 7 wedstrijden, 38 doelpunten. Ja, nou ja, goed, ploegen die heel veel met passie en strijd willen voetballen.
echt willen het publiek willen vermaken. Wat ook van je geëist wordt trouwens. Want ja goed, de mensen die langs de kant zijn, zijn niet minder fanatiek dan de mensen die in de begeleiding zitten. En ja goed, tot afgelopen zaterdag Stellendam trotse koploper met 2 gespeeld 6. En die gaan dan naar Rekanje toe op het kunstgrasveld, wat op vlak 1 niet te vinden is. En krijgen dan met 5-2 op de broek. Ja, daar was Leo de Geus, de trainer van Stellendam, goed ziek van, heb ik begrepen. En dat snap ik ook, want ja goed, als je als koploper naar Rekanje gaat, wat wel een lastige ploeg is om tegen te spelen, dan ga je er niet vanuit dat je met 5-2 op je broek krijgt. En ja, dat is wel gebeurd. Dus ja, Rekanje staat nu samen met Stad aan het Haringvliet, SNS, gedeeld koploper. En ja, de Benisse en DVV staan er eigenlijk het beste voor. Ja. 2 gespeeld 6. Benisse ook een aardige uitslag afgelopen weekend thuis tegen Zwarte Waal. 9-1. Ja, ja. Ja, met respect is Zwarte Waal wel een van de zwakkere broeders, zullen we maar zeggen. Dus die uitslag verbaast me niet zo heel erg. Aan de andere kant, je moet er toch maar weer 9 inschieten. En ja goed, die onderlinge wedstrijd die uitgesteld was vanwege het 40-jarige jubileum van Benisse. Die gaat straks volgens mij de eerste periode. Zou die wel eens kunnen gaan beslissen als dat zo door blijft gaan? Dan gaat Benisse het een keer volhouden. Want Benisse wil natuurlijk al jaren, hebben ze op de achtergrond een beetje uitgesproken van, we willen graag naar die derde klasse. En ieder jaar blijken er 5 of 6 veel beter te zijn. En op het laatst laten ze dan nog wel zien dat het er nog wel in zit. Maar gaan ze dit jaar dan volhouden? Nou ja, ze hebben in ieder geval een goede start. Een veel betere start dan de afgelopen seizoenen. En wat dat betreft, de punten die je, we hebben het net in andere afdelingen ook gezegd, de punten die je nu al gehaald hebt, die nemen ze hier niet meer af. Dat is waar. En ja, goed, een 3-3 bij Fiorst tegen Herkingen. Als je het hebt over 38 doelpunten, ja, dat zijn er ook 6. Ja, ja, dat is natuurlijk Fiorst als een van de weinige ploegen die toch nog op de zondag speelden, toch overgestapt naar de zaterdag. Hebben ook weer wat spelers daardoor teruggekregen die eerder bij een andere zaterdagclub waren spelen. Herkingen langzamerhand weer een beetje in het ritme komend. De geblesseerde spelers komen langzamerhand weer terug. Alleen de keeper is nog geblesseerd. Maar goed, het voetballen gaat in ieder geval een stuk beter. En na de eerste thuisnederlaag tegen DVV hebben ze natuurlijk de punten wel gepakt. Dus mooie uitslag, 3-3. En ik denk dat ook net als in 4F, ook in 4G weer een stuk of 5-6 ploegen gaan uitmaken wie volgend jaar een stapje hoger mag. Zit jouw ploegje daar ook bij? In mijn beleving zit mijn ploeg daar nog steeds bij. Ondanks een hele zwakke start. Want ja goed, 2 punten uit 3 wedstrijden, dat hadden we niet ingecalculeerd, zullen we maar zeggen. Maar ik hou me maar vast aan het vertoonde voetbal. Wat we vorige week tegen Rekanje hebben laten zien. Wat we deze week in ieder geval een uur lang hebben laten zien. Ja, als je dat voetbal speelt, dan moet je uiteindelijk punten gaan pakken. Dan gaan we het hierbij laten, mannen. Ik wil jullie allebei bedanken. Laatste amateurvoetbalnieuws vind je natuurlijk op voetbalrotterdam.nl. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.